Waar is politieagent Elskuiken heen gegaan? Misschien is hij net zo verdwenen als Pikachu. Het zou heel goed kunnen, maar ik kan hem nergens meer vinden. Opeens komt een hele goede vriend van Rooie Vogel aanlopen. Hij heet Yoshi. Rooie Angrybird vraagt aan Yoshi: heb jij misschien Pikachu gezien? Nee, ik heb Pikachu nog heel lang niet meer gezien. Hij was toch verdwenen? Dat klopt, zegt Rooie Vogel. Ik heb al best lang naar Pikachu gezocht, maar ik kan hem nog steeds niet vinden. Maar nog raden, politieagent Elskuiken is zeker ook verdwenen en dan weet ik echt niet hoe dat kan. Ik word achter hem aangerend. Opeens was hij verdwenen. Ik kan niet weten hoe die verdwenen is. Misschien is hij opgegeten door een hond. Of hij is meegenomen door de politie. Dat hij stoute dingen heeft gedaan, dat hij ontsnapt is. Of hij hebt of zoiets op zijn hoofd laten vallen, een baksteen of zo. Het zou allemaal kunnen. Yoshi zegt, misschien kunnen we beter naar onze hele groep vrienden gaan. Dat is een goed idee, zegt Rooie Vogel. Vrienden, ja. Yoshi zegt, vriendengroep, willen jullie alsjeblieft even meekomen? Dat vind ik best, zegt de vriendengroep. En ze gingen mee. Hoe lang zou het misschien nog duren als ze komen? Opeens komen ze eraan. Opeens was de hele vriendengroep er. Rooie Vogel zei tegen de groep, jullie maatje Pikachu is verdwenen en politieagent Elskuiken is verdwenen. Die politie waar jullie altijd zo van houden. Die politie welke zo goed deed, welke ik dacht, oh die is super slecht. Hij is ook heel slecht. Dat hadden jullie niet verwacht, denk ik. Dat klopt, zei de vriendengroep. En meer ga ik in de andere video's vertellen. Einden, geschreven door Martijn Eldering.